34 jaar, afkomstig uit Duitsland, geboren in Kirchenbolande. En ik ben momenteel assistent-trainer van de U23 en eerste trainer van de U16. Ik denk dat dat een van de eerste jaren in de kleuterklas was. Heel jong, altijd al voetbalfan geweest. Ook te zien aan het echte mooie Duitse shirt nog van het WK van 90. Dus ik denk dat het ergens rond deze tijd ook opgenomen is. Dat was toen al, voetbal was alles voor mij. Speelde je toen ook al voetbal? Ik heb begonnen met 3 in een club te spelen, dus dat was niet veel later. En daarvoor gewoon met vrienden op straat al, als je dat al kunt noemen, vrienden op straat. Dus gewoon bezig geweest met een bal, altijd een bal mee, overal naartoe. Dus voetbal was mijn leven, of is mijn leven. Mijn eerste club was een klein dorpclubje, niet ver van bij mijn thuis. Dat was Gauersheim, noemde die. Dat is een klein dorpje, ik denk 500 inwoners. Niet groot, ik weet nog, ons veld daar liep zo. Maar het was wel mooi om de eerste stap te zetten in een voetbalploegje. Always be yourself, unless you can be Batman. Dan be Batman. Nee, is een grapje. Nee. Levensmotto voor mij is dat ik, als ik 's avonds naar huis kom, in de spiegel kan kijken en weet dat ik die dag de beste versie van mezelf was. Niet alleen als sporter, maar gewoon als mens, als man, als gewoon persoon, Sascha Kotich. Om daar echt te kunnen zeggen, ik heb elke dag alles gegeven. Wat van mij gevraagd geweest is, welke manier ook. En dat is zo'n beetje mijn motto voor het leven te gaan. Favoriete gerecht? Ik hou heel veel van de Italiaanse keuken. Dus alle soorten pasta spreken me wel aan. Daar kun je me echt altijd een plezier mee doen. Mag ook graag meermaals per dag of meermaals in de week. Daar heb ik geen enkel probleem mee. Dus, ik ga toch daar richting Italiaanse keuken. Welke pasta het is, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Als ze goed gekookt is, goed bereid is, dan is dat altijd lekker. Ja, we hebben tijdens de lockdown in een van jouw vlogs al eens gezien dat je wel culinair geïnteresseerd bent. Hè? Ja, absoluut. Je moet toch een beetje met andere dingen nog bezig zijn. En koken en bakken, dat is voor mij... Misschien een beetje atypisch als ex-voetballer, zeg ik maar zeggen. Maar dat bracht me wel een bepaalde rust. En ik vond dat leuk om te doen. En als de uitkomst ook nog lekker is, dan is het nog om zo fijner. Ik luister wel naar muziek, maar ik heb niet echt zo bepaald om te zeggen ik heb een favoriete muzieknummer. Genre waar ik naar luister is ook heel breed. Het kan van Duitse muziek zijn, Duitse slager, naar Vlaamse klassiekers tot gewoon pop, rockmuziek. Daar ben ik eigenlijk niet zo om te zeggen dat daar een bepaald nummer is of zo waar ik graag naar luister. Ofzo. Beste serie, zou ik zeggen Prison Break. Echt een serie die heel boeiend is, vind ik, die heel goed in elkaar zit. En het is gewoon een fascinerende serie hoe dat allemaal gepland was en gedaan is. Daar ben ik toch wel fan van. En qua films moet ik zeggen dat ik ook altijd van kleins af al een beetje James Bond fan was. Ik vind dat altijd wel leuke filmen om naar te kijken. Dat zijn zo filmen waar ik toch graag naar uitkijk om eens in de cinema te kijken ofzo. Mijn superkracht, dat is moeilijk. Ik denk, als ik misschien één zou kunnen zeggen, is misschien dat ik heel sociaal ben. Als ik ergens in een ruimte kom, dat ik direct met mensen aan de praat ga komen. En ook misschien mensen kan samenbrengen om de reden omdat ik gewoon open ben en heel sociaal ben tegenover andere mensen. Ik weet niet of dat een superkracht is of gewoon iets normaal is, maar ik denk dat dat wel een sterkte voor mij is om andere mensen misschien bij elkaar te brengen en zelfs die connectie te leggen.
denk een goede stuk chocolade kan wel eens goed smaken. Als speler was het natuurlijk iets moeilijker om dat in overmate te eten, maar als hij toch dan s'avonds een zakje M&M's of zo openging, dan kan het ook wel eens gebeuren dat hij redelijk krap leeg was. Ja. Nu iets meer de gelegenheid al, of let je er nog wel goed? Iets meer de gelegenheid natuurlijk. Als je stopt is normaal dat je daar ook eventjes een beetje wilt genieten van al die dingen die je misschien daarvoor een beetje aan de kant geschoven hebt. En iets meer om te genieten, maar toch nog wel een beetje uitletten of uitkijken dat het nog gezond en goed blijft. Algemeen, ik reis wel graag. Niet altijd de tijd om te reizen, omdat mijn vrouw is ook in het onderwijs bezig. Dus het was altijd moeilijk met de voetbal en school. We hebben een paar leuke reizen gehad. We waren Spanje, Dubai, Dominicaanse Republiek, al mooie plekken gezien. Ik ben iemand die niet echt een favoriete doel heeft, maar gewoon graag andere en nieuwe dingen ook wil zien. Dus ik hoop dat in de toekomst, als er toch wel iets meer tijd hopelijk gaat zijn, dat we daar ook nog een paar mooie reizen kunnen maken. Heb je een droombestemming? Ja, ik denk zowel als voor mij als voor mijn vrouw. We zouden heel graag eens naar Lapland gaan. De polaarlichten en zo allemaal bekijken. Dus ik denk dat daar ook bij ons heel hoge bucketlist staat om Lapland te bezoeken. En zeker nu gegeven nog met een klein dochtertje misschien bij de kerstman eens langs gaan, is dan altijd leuk. Als ik naar Leuven kom, zit ik meestal op het trainingscomplex. Dus niet veel tijd om ergens anders te zien. Maar omdat ik ook wel van eten hou, is dan de Münstraat is daar wel een plaatje waar ik dan meestal ben als ik niet op de club ben en op het trainingscomplex. Favoriet restaurant daar? Italiaanse restaurants zijn er genoeg daar, denk ik. Baracca, Pepe Nero zijn er wel, denk ik. Goede restaurants om een gezellige avond te kunnen verbrengen. Ik moet zeggen, als speler was natuurlijk het moment om te stoppen. Dat was echt een moment dat wou je gewoon niet aan denken. En als het dan natuurlijk van een op de andere moment aankomt, komt dat wel eventjes hard aan. Maar ik denk, voetbal is zo mooi aan zich dat er weinig dingen zijn waar je het minst naar uitkijkt. Nu als trainer is de wedstrijden ook mooi, maar je hebt iets minder invloed misschien nog wat er gaat gebeuren op het veld. Maar ik kijk eigenlijk, als het over voetbal gaat, kijk ik naar alles uit. Want het is het mooiste wat er is op de wereld als hobby, zou ik maar zeggen. Dat is niks om waar ik niet naar uitkijk. Eigenlijk een lang verhaal. Was ik nog speler van STVV. En ik moet zeggen, in dat verhaal was zowel voorzitter, trainer was mee in het verhaal. Dus iedereen was op de hoogte. We hadden een speler, een jonge speler nog. Die was zijn gsm verloren of zijn gsm was kapot en hij was alle nummers kwijt. Hij had nog een hoog beeld van zichzelf. Vergeleek zich altijd met Cristiano Ronaldo. En ook zelfs de kapsel, zelfs de schoenen en weet ik wat allemaal. Ik kwam dan op de schitterende idee om mij voor te doen als Johan Valem. Toen damalig belofte trainer van België. Om hem te contacteren, om te zeggen van we hebben hem op de radar voor belofte wedstrijden. En we hebben wel spijtig nieuws, want hij had zich de training daarvoor had hem zich geplaceerd aan zijn neus. En we wilden hem graag oproepen voor de volgende interlandperiode van de U21. Dat liep altijd maar verder. En eigenlijk liep het wel een beetje uit de hand, want op een bepaald moment kwam dan zelfs echt een uitnodiging. We hadden Pierre-Yves Ngawa, die was toen uitgenodigd in Sint-Truiden voor die nationale ploeg van U21.
En hebben zelfs die uitnodiging aangepast met zijn naam erop. GSM-nummer aangepast van Johan Valem of van de teammanager naar dat GSM-nummer van mij. Uiteindelijk, om het kort te maken, hebben we dan een afspraak geregeld met hem. Dat we kennis konden maken voor hij langskwam voor de interlandperiode. En daar zat dan de hele ploeg, hele trainerstaf en de voorzitter. En hij kwam binnen en ja, hij moest wel lachen, maar was ook ergens wel teleurgesteld. Want hij heeft dat thuis tegen zijn manager verteld, tegen zijn ouders. Dus we moesten dan op een bepaald moment moesten we het gewoon vertellen. Omdat hij ging dan naar de wedstrijd van de Rode Duivels. En daar hadden we schrik dat hij contact zou leggen. Maar ik moet zeggen, die periode, daar gingen we denk ik 4, 5 weken. Was hij aan het trainen, dat was ongelooflijk. Hij trapte eigenlijk een bal binnen, hij was heel sterk. Dus hij heeft hem ook wel denk ik een beetje verder gebracht. Is er ooit echt van gekomen? Hij heeft een paar wedstrijden bij ons nog gespeeld. Is dan lager gaan spelen, denk ik nog bij Bocholt en zo. Maar ik denk dat toch wel een mooi verhaal was. Omdat gewoon iedereen in de club was daarvan op de hoogte, behalve hij. En dat maakte het eigenlijk zo fijn. Maar we weten wie het is. Christophe Bertjens noemt hij. Hij is denk ik nu nog in Bocholt nog bezig, denk ik. Dus ook wel nog degelijk niveau. En het was fijn. Niet zo speciaal, maar ik had daar zo'n klein tikje dat ik altijd mijn linker schoen of linker kous eerst aandeed en dan pas mijn rechts op. Ook eerst met links dan op het veld stapte. Heb ik daar altijd op gelet. Met de kous en de schoenen misschien wel, maar op het veld stappen niet echt. Dus heeft dat geholpen, dat weet ik niet. Het was gewoon een klein tikje. Heb je als trainer ook nog bepaalde rituelen die je volgt of is dat volledig weg? Nee. Helemaal niet. Ik moet ook zeggen, als speler, het is niet dat ik daar in de kleedkamer aan het stressen was. Ik was een speler die heel relaxed was voor de wedstrijd, of nu als trainer ook nog. Ik wil niet zeggen dat ik tot een minuut voor buiten ging nog een grapje kon maken of zo. Maar voor mij was dat gewoon de juiste voorbereiding. Ik wist wat ik nodig had. En ik wist ook, kan ik daar hier nog een klein verhaaltje of een grapje maken? Is dat goed voor mij, maar ik wist als ik naar buiten ging op het veld dat het dan serieus werd en dan dat ook zo was. GSM uit, naar huis, naar mijn vrouw, mijn dochtertje en gewoon ergens naartoe trekken, een mooie dag van maken, gezellig iets ontbijten, een uitstap doen, ergens naartoe en gewoon tijd met hun te verbrengen. Dus gewoon alles thuis naast de GSM. Geen telefoontjes, niks. Gewoon tijd en ja, met hun spenderen. Ja, zoals gezegd, denk ik die vakantiebestemming met Lapland, dat daar toch redelijk hoog op ons bucketlist staat. Dus ik denk dat dat al een heel groot en mooi doel gaat zijn voor ons als we dat kunnen realiseren, die tijd kunnen vinden. En voor de rest nog meer tijd maken voor familie, misschien ook voor het gezinnetje. Je denkt altijd, je stopt met voetbal en het wordt minder, maar ja, ik ben erin gebleven in het wereldje, zou ik maar zeggen. Dus er zijn nog momenten die je dan met je familie hebt, toch. Niet zo heel veel, zelfs nog minder als speler. Dus die momenten dan toch proberen toch nog te koesteren en nog iets meer momenten vrij te maken voor hun twee. Ik heb het geluk gehad om ene keer tegen Bayern München te spelen. Dat was toen die tijd van Miroslav Klose, Luca Toni, Frank Ribéry, Bastian Schweinsteiger. Daar stond ik rechtstreeks tegen Luca Toni, wereldkampioen geworden. Ik moet wel zeggen, dat was al impressionant. Dat was echt toch een van de beste spitsen waar ik tegen gespeeld heb. Chance in Duitsland ook met jeugdploegen of zo, waar je dan ook nationale ploeg dan ook af en toe mee samengespeeld hebt. Dat was dan Mesut Özil. Dat was ook gewoon een fenomeen al in de jaren U19, waar we tegen elkaar in de Bundesliga gespeeld hebben en zo. Dus dat was echt waanzin. Dus ik denk dat die twee bij far de beste spelers waren waar ik tegen gespeeld heb. Er zijn er nog een paar geweest.
die ook een heel mooie carrière gemaakt hebben en nog een heel mooie carrière aan het maken zijn. Dus, maar ik denk dat die twee toch boven staan. Als ik hier puur van OHL moet kijken in de laatste jaren waar ik hier gespendeerd heb, denk ik wel dat ik met Xavier een had rondlopen bij mij in de ploeg die echt wel ook een heel hoog niveau kan spelen, die heel goed was. Als ik algemeen zou kijken, is misschien een keeper dan, is Kevin Trapp, die ook wel een mooie carrière gemaakt heeft, naar Frankrijk geweest is, naar PSG. Dus ik denk dat daar qua naam de beste, Kevin Trapp qua naam de beste is. En denk ik qua speler dat Xavier toch wel een is van wat ik kan zeggen, die had echt wel kwaliteit. Niet echt een bijnaam. Sommigen, als ze mij zien, de Duits. Dat is natuurlijk een beetje op mijn afkomst, maar echt bijnaam of zo is niet voor te zeggen. Dus de Duits voor sommigen. Voor de rest is gewoon Sascha. Een dier. Ja, daar heb ik eigenlijk nog nooit mee stilgestaan. Ik weet niet, het lijkt me zo'n... Niet dat ik dat misschien zo'n waspeer of zo'n pandabeer. Die hebben wel, denk ik, wel een leuk leventje, denk ik. Eten veel, kunnen goed eten. Maar voor de rest doen ze eigenlijk ook niet zo heel veel. Zomaar zeggen een waspeer, maar ik weet niet waarom. Gewoon familie, iedereen, dierbaren, dat die gezond blijven en dat we een mooi leven kunnen voorzien, ook voor ons dochtertje. Dat we daar de maximale steun en liefde aan kunnen geven. Dat ze in de best mogelijke omstandigheden kan groot worden. Piloot. Ja, ik vond dat ook wel altijd iets hebben. Ik weet niet of ik daarvoor geschikt was, maar ik vond piloot altijd wel iets hebben. Dus piloot. Ik zou zeggen mijn vrouw, omdat ik die momenteel niet zoveel zie, omdat ik niet zoveel vrije dagen heb momenteel. Maar als ik toch iemand zou kunnen kiezen, denk ik dat het Roger Federer zou zijn. Gewoon omdat qua mens en sporter die was, nu onlangs pas gestopt, mooie carrière gehad, maar vooral de mens, denk ik, een heel, heel mooie en goede impact had op de hele sportwereld, denk ik. En ik denk, 2 uurtjes gewoon met hem praten over leven, over sport, dat een fijn gegeven zou zijn. Ik denk sowieso sociaal, wat ik daar straks al aanhaalde een beetje. Dus sociaal, denk betrouwbaar. En vastberaden, denk ik. Als ik iets wil of wou, dan heb ik daar alles voor gedaan, denk ik. Dus daardoor misschien de vastberadenheid. Betrouwbaar. Ik was nooit de grootste uitblinker, maar ik was er altijd. En sociaal, omdat gewoon met iedereen connectie kan leggen. Vroeger had ik gezegd misschien spinnen. Maar dat is tegenwoordig is daar ook geen probleem meer. Maar ik denk ergens toch, als voetbal of sport algemeen, dat ik daar misschien niet meer in staat ben om dat uit te voeren. Ik denk dat me dat wel heel hard ergens zou pakken. Zeker ook met gegeven dat dat stoppen had ik het ook wel eventjes moeilijk mee, moet ik eigenlijk toegeven. Dus omdat dat gewoon, als dat weg zou vallen, voetbal of zo, denk ik dat daar toch een heel groot stuk vanuit mijn leven zal wegspreken. Ja.
Ik zou zeggen koken en bakken, denk ik. Omdat ik daar toch al mee bezig ben, al langer. Denk, ja, het is misschien een beetje atypisch, wat ik al zei, als ex-speler of profvoetballer. Om dat te doen is misschien niet echt iets voor de hand liggend. Maar voor mij vind ik dat wel rustgevend. En, ja, ik vind het leuk andere dingen, nieuwe dingen uit te proberen. En, ik denk dat dat misschien een van mijn verborgen talenten kan zijn. Alles wat ik deed, moest zo zijn of was zo. En ik denk, als je spijt hebt, dan heb je ergens iets verkeerd gedaan. Dus al die keuzes die ik gemaakt heb om naar België te komen voor de voetbal en ja, dit en daar ook. Ik denk dat je daar geen spijt van moet hebben. Dus ik heb daarvoor gekozen en achteraf gezien denk ik dat ik overal de juiste keuze gemaakt heb. Ja, ik denk dat bijna iedereen bijna gezegd heeft, Sweet Caroline, denk ik. Ja, dat is gewoon, ja, als je aan Leuven denkt, denk je aan dat liedje. Dat is gewoon zo. Dat is ook mooi. En als je dan de jongens achter het doel dan ziet, hoe enthousiast ze worden na het doelpunt en alles. En dat liedje komt erbij na een overwinning, na de wedstrijd. Ja, dat is gewoon fantastisch. Mooiste doelpunt. Ja, ik denk dat ook makkelijk. Dat was hier in het stadion tegen Beerschot, denk ik. Hadden niet veel mensen denk ik verwacht dat ik zo'n doelpunt kan maken. Maar ik denk, ja, dat was de 1-0 toen. In een, ik wil niet zeggen moeilijke wedstrijd, maar we hadden weinig balbezit. En ik denk, het doelpunt kwam juist op het juiste moment voor de 1-0. Kwam een beetje naar een corner, bal wordt weggewerkt. Olly, die zijn voorzet een beetje mist. Tom van Heften zijn hakje nog ergens tussen houdt. Die bal gaat omhoog. En ja, gewoon maar trappen en niet nadenken. En gaat mooi binnen, denk ik. Ik denk dat dat ook met afstand de mooiste goal is die je gemaakt hebt. Je gaat sowieso een heel andere kijk hebben op het spel nog. Als speler, oké, je bent daar ook mee bezig. Maar als ik nu zie hoe we... Niet alleen ik, de hele trainerstaf bij ons bij U23, U18, U16. Hoe we daar bezig zijn rond voetbal, dat is totaal anders. Je krijgt echt een totaal andere kijk op voetbal. Je probeert dan nog dieper te kijken wat kan anders, wat kan beter. En ik denk ook zeker als je juist stopt en je springt daarin in die trainerwereld, die overstap dat je geen speler meer bent, dat je niet wilt meespelen en dit en dat ook heel groot is. Dus ik denk dat de grootste verleiding is dat je gewoon nog meegaat als speler. Maar ik denk vooral de kijk op voetbal en alles wat daar rond nog gebeurt. Want ja, veel denken trainer, dat is gewoon alles wat op het veld gebeurt. Maar daar komt er zoveel meer bij kijken, waar vele spelers... Ook ik, moet ik eerlijk zeggen, niet mee hebben stilgestaan of niet mee stilstaan. Dus daar gaat wel een aanpassing worden als je in die trainerwereld stapt. Ja. Heb je liever een 5-4 of een 1-0?